Goedemorgen. Ja, ik weet dat ik dit niet zou moeten doen, maar ja, ik luister 's morgens toch nog wel graag naar Mattie en Marieke op Q Music. En nu helemaal met het geluid, want dan denk ik, ja, leuk, leuk, leuk. Ik hoop dat je er vandaag uitgaat. En elk jaar denk ik, goh, volgens mij weet ik wel wat het geluid is. En elk jaar bel ik eigenlijk niet. En als hij dan weer wordt geraden, dan denk ik, had ik ook kunnen weten, toch? Wie kent dat niet? Maar lieve Mattie en Marieke, ik zit even met één ding. En het gaat vooral over Marieke. Want Marieke, jij hebt het constant over hoe groen je bent, want dat doe je uiteindelijk. Alleen, als je op de radio zit, dan heb je ook volgens mij de plicht om dingen te onderzoeken. En jij hebt het dan over de vakantie samen met Mattie vanmorgen. En die vakanties, die komen steeds meer onder druk te staan. En we moeten rekening houden met de natuur en de wereld, want die staat in de brand. En er zijn steeds meer natuurrampen en steeds meer branden op de plekken waar jullie dan naartoe willen op vakantie. Maar dat klopt helemaal niet. Want in de basis, als je gaat zoeken en onderzoeken, en je bent ook gewoon journalist, een onderzoeksjournalist als je op de radio zit, en jij brengt dus blijkbaar nieuws, want dat doe je samen met Mattie. Dan heb ik wel het idee dat Mattie, nog wel zoiets hebt van ja, kom op en doe het allemaal niet zo moeilijk en het valt allemaal wel wat mee. Maar Marieke, jij bent wel heel erg, jij mag wel graag vertellen dat ook de wereld in de brand staat en dat klopt niet. En ik ga het ook aan je bewijzen en voortaan geef ik je de tip, lieve Marieke, onderzoek het eens voordat je wat dingen roept. Want als jij op de radio zit, luisteren de mensen naar je. En als de mensen naar je luisteren, dan moet het ook kloppen wat je zegt. En dat klopt niet, lieve Marieke. Want je doet het hartstikke goed. Je bent hartstikke leuk. Ik vind je een hartstikke lekker ding. Maar je doet mee aan onzin wat niet klopt. Als je nou gewoon achter het toetsenbord gaat zitten en je toetst dingen in. Of je stuurt mij voortaan even een berichtje. Mag via TikTok, mag ook in de app van Q-Music. Reageer ik ook gewoon helemaal geen probleem. Maar onderzoek het eerst eens eventjes. Het enige wat er meer is, is dat het meer in het nieuws komt. En dat we het er veel meer over hebben. En dat is ook logisch, want we hebben meer social media, meer televisie, meer dit, meer dat, meer zus, meer zo. Allemaal logisch. Iedereen heeft het er meer over. Maar de daadwerkelijke situatie is dat er minder bosbranden en natuurrampen zijn. En dat er minder mensen overlijden. En dat wordt al 100 jaar minder. Dus je pusht een narratief wat niet klopt, lieve Marieke. Dus doe wat met deze tip en stop ermee. En nog even voor TikTok en elk ander mediaplatform wat misschien weer gaat zeggen dat het desinformatie is. Dat is het niet. Het is gewoon op te zoeken in de link wat ik geplaatst heb bij dit bericht. Dus TikTok, het is geen mis- of desinformatie. Instagram, YouTube, het klopt als een bus. Het zijn gewoon onderzoeken van dezelfde onderzoekers die jullie zouden moeten vertrouwen.